Sesamstraat presenteert. Sneeuwwitje en de twee dwergen. Heel lang geleden leefden er hoog in de bergen twee dwergen. Oh ja, wij wonen hier helemaal alleen in ons fijne kleine huisje. Eigenlijk is het hier best mooi, maar af en toe een beetje bezoek zou ook wel fijn zijn. Dat is waar. Toen ze op die dag bij hun huisje aankwamen, merkten ze dat er iets anders was. Ha! Hè? Wie heeft er nu toch op mijn stoeltje gezeten? En wie heeft er van mijn bordje gegeten? En wie heeft er nou toch met mijn mesje gesneden? En wie heeft er uit mijn bekertje gedronken? Maar het ergste voor de dwergen was dat iemand hun bedje had gebruikt. Kijk nou, dwerg 2. Er ligt daar gewoon iemand in mijn bedje. Het is een meisje. Hallo daar. Wie ben jij dan wel? Oh, ik ben Sneeuwwitje. En wie zijn jullie? Wij zijn de twee dwergen. Ik ben dwerg 1. Ja, en ik ben dwerg 2. Ja. Kijk, een prinses op bezoek in ons huis. Wat een eer. We staan tot je dienst. Hopelijk voel je je thuis steeds meer en meer. Het is niet groot hier, maar wel erg gezellig. Je past er nog makkelijk bij. Heb je het koud, kruip een knus bij de haard. Daar is het warm. Dat is niets voor mij. Niet? Kijk anders naar buiten, daar zie je het meer. Zo rustig en gedwee. We hebben een bootje. Zullen we gaan varen? Varen? Ja. Nee. Oh. Ga anders zitten, de stoel is perfect. Het comfort is echt buitengewoon. Ja, hij is nu voor jou. Wij blijven wel staan. Hebben jullie hier dan niet eens een troon? Nee. Je hebt nu vast honger, ik zal voor je koken. Ik heb iets speciaals in de pan. Ja, heerlijke soep heb je vast al geroken. Speciaal voor jou. Wat, soep? Hou ik niet van. En als je iets wilt, hoef je ons maar te roepen. Wij staan dan meteen voor je klaar. Dan wil ik een slaapzaal met 3 inloopkasten. Een lunch met alleen de verste kaviaar. Zijn de lepels hier ook van goud? Nee, ze zijn van hout. En zit het vloerkleed niet onder de luis? Nee. Vindt de haard veel te warm en het bed veel te klein. En er is niet eens airco in huis. Wat is dat? Rode lopers en een koets met lakei. Waar blijft dat 6 gangen menu? En het willen wouwje met parels daarbij. Waar is de kroonluchtaard? Wat nu? Waar zijn de dienstbodes, hofdames, knechten, de koks, de koetsiers en de dienstmeid? En voor ik het vergeet, voortaan moeten jullie me aanspreken met koninklijke hoogheid. Misschien was het dan toch niet zo'n goed idee, dat hele bezoek. Zeg jongens, willen jullie zeggen dat jullie niet eens televisie hebben in het dwergenstulpje? Dat kun je toch niet meer. Hoe moeten we hier nu weer van afkomen, dwerg 1? Ik weet het ook niet, dwerg 2. Heeft er hier iemand iets van een vergiftigde appel of zoiets? Of hebben jullie hier soms ook geen zwembad? Dat toch? Stomme puntmensen! Sesamstraat presenteert Rapunzel. Heel lang geleden woonde in een verlaten toren in het donkere bos een mooi meisje met prachtig lang gouden haar. En haar naam was Rapunzel. Oei, ik heb inderdaad echt heel lang haar. En dat hele lange haar hing iedere morgen langs de toren in de zon te stralen. Ja, ja, je moet het elke morgen luchten. Vanaf de toren kon je het haar van heinde en verre zien glanzen. En op een dag kwam er een prins voorbij. Die had gehoord van Rapunzel en haar prachtige lange haar.
en hij wilde met haar trouwen. Ik hoop dat ik hier goed ben. Rapunzel! Nou, dat zijn wel heel veel gouden haren. Hallo, is daar iemand? Oh, Rapunzel. Ik kan je stem horen, maar ik zie je niet. Ogenblikje. Rapunzel, ik heb van jou en je wonderschone haar gehoord. Mag ik in je mooie toren komen om met je te trouwen? Wacht even, ik moet me eerst nog je leven opmaken. Ah, nee, maar dat heb jij toch helemaal niet nodig? Je bent zo al mooi genoeg. Laat je gouden haar voor me zakken. Ja, hey, even nog. Ik ben zo klaar. Rapunzel, Rapunzel, laat je haar neer voor mij. Ja, ja, ik kom. Maar eerst mijn haar nog eventjes kammen. Het zit een beetje te veel in de klit. Daarom gebruik ik deze borstel. Waarna het stukken beter zit. Hè? Dan nog snel wat krullen draaien. Na elk schoonheid slaap je weer. En om de veerkracht op te vrijen. Rapunzel, laat je haar neer. Ja, zo meteen. Ja, zo meteen. Ja, zo meteen. Maar eerst nog even wat shampoo. Zodat mijn haar straks prachtig glanst. En dan werp ik het voor je voeten. En je zult roepen, wow, het danst. Bent u dan nog, Prins Bert? Ja, en ik wacht op je haar. Ja, nou ja, zo meteen. Maar eerst verzorg ik nog de puntjes. Met deze spray, ik ben zo klaar. Hij ruikt zo fijn naar pepermuntjes. Pepermuntjes? Waar blijft het haar? Ja, zo meteen. Oh. Ja, zo meteen. Ja, zo meteen. Ja, zo meteen. Ja, zo meteen. Rapunzel, laat je haar toch zakken. Het is nu de hoogste tijd. Moet het alleen nog even veulen. Wat? Voor langdurige stevigheid. Huh? Dan nog even snel een masker. Voor de juiste vochtbalans. Wat? Je zult er stijl van achterover slaan. Van het volume en de glans. Waarvan? De glans. Prinses, alsjeblieft, ik heb nog meer te doen. Tot slot een spoeling voor de kleur. Al dat wachten tot ze klaar is, is niet goed voor mijn humeur. Laat mij toch klimmen, het wordt koud. Ik sta in de modder en het stof. Ja, ja, en een scheutje jojoba-olie. Wat? Anders is mijn haar zo tof. Oh. En dan als allerlaatste knip ik mijn haar een beetje bij. Een lokje hier, een lokje daar, met de schaar. La, 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 volgens mij ben ik zover. Ah, eindelijk. Oh ja, heel mooi. En, hup. Hè? Oh. Hé, hey, Dister. Waar wacht je nou nog op? Ik kan er niet bij. Het is veel te kort. Oh, maar Prins, nu ik erover na ga denken... jij met je vieze modderschoenen op mijn mooie schone haren? Nee, dank je. Dat was sowieso geen goed idee geweest. Maar leuk dat we elkaar hebben leren kennen. Dag, Prins. Maar Rapunzel, dit kan toch niet? Dat is wat te gek voor woorden. Er moet toch ergens een deur zijn in deze toren? Maar, dat is toch... En zo zocht de prins nog een tijdje. Totdat hij teleurgesteld weer naar huis vertrok. Ik ga naar huis. Sesamstraat presenteert... Doornroosje. Het was eens heel lang geleden. Een groot kasteel verscholen achter hoge doornstruiken. In dat kasteel woonde een wonderschone prinses, Doornroosje. Ze sliep. Ze sliep al wel 100 jaar lang. En alleen een kus van een echte prins zou haar uit haar slaap kunnen wekken. Er waren veel prinsen in het land en ze hadden het allemaal al een keer geprobeerd. Maar het was nog geen enkeling gelukt om door de doornstruiken heen te komen om Doornroosje te kussen. Tot er op een dag een bijzonder dappere prins door de doornheg klauterde. Au,
Au, zeg. Daar zijn wel heel veel doornstruiken. Oh, heb ik me alweer gestoken. Ah. Oh. Doornroosje, ik kom eraan. Oh. Het was de dappere prins dan eindelijk gelukt. Hij baande zich een weg door de gevaarlijke doornstruiken. Het enige wat nog restte was de kus. Het enige wat nog rest is de kus. De kus die Doornroosje... Ik heb er zin in. ...zal wekken. Nou, daar gaat hij dan. Hé, prins. O, prinses, ik kom u wakker maken. Eindelijk is uw lange slaap ten einde. Kom met mij mee naar mijn slot. Wat? Daar ben ik echt te moe voor. Ik heb geen zin. Dus als je het niet erg vindt, blijf ik je nog eens in. Ik, prins Bert, ik heb je net gered. En ik neem je mee naar mijn kasteel, dus kom uit bed. Ik ben nog lang niet uitgeslapen, ben veel te moe. Ik wil juist helemaal niet op zo'n trappen liggen, jongen, doe. Hé, weet je wat? Ga even zitten, er is hier plek genoeg. Ga toch even zitten, kan ik weer pitten. Maar prinses, je hebt al 100 jaar geslapen. 100 jaar? Ja. Oei. Ik had een echt coole droom, zo heerlijk loom. Ik vloog naar de meest gekke plekken. En waar ik ook heen ging, er was veel te ontdekken. Maar dat is nu voorbij, omdat je mij kwam wekken. Lieve prinses, ik heb heel veel moeten trotseren om hier te komen. Heel gevaarlijke doornen. Echt? Was dat niet heel erg vermoeiend? Ja, echt wel. Ontspan je, dat kan als je een tukje doet. Daar word je weer fit van. Kruipen maar bij, dan ga ik opzij. Jij past net in mijn bed. Wat een mazzel heb jij. Ja, bij slapen, uitrusten, even ontsnappen. Je kussen opschudden en een uiltje gaan knappen. Na al je heldendaden moet je gewoon altijd weer even opladen. Ah, ja, een beetje rust kan ik goed gebruiken. Oh ja. En tot slot gaan we dan nu nog een keer. Adem in, adem uit. Het komt goed als jij je ogen maar sluit. Jij kunt nu wel wat slaap gebruiken. Na zo'n barre tocht door al die prikkende struiken. Je ziet wat pips en uitgeblust. Dus oogjes dicht en rust. Slot gaan we dan nog een keer. Slapen. Misschien wel tot over de 100 jaar. Ja, precies. Ik ben ineens heel erg wakker. Ik kan helemaal niet meer slapen. Hé, prins. Hallo, prins. Prins, zou je alsjeblieft wakker willen worden? Je wou me toch naar je slot brengen? Ik wil slapen. Oh, en met me trouwen. Oh, nou, die hoort niks meer. Puh, dan ga ik wel alleen. Wat een slijpkop, zeg. Je hebt er helemaal niks aan, die prinsenvertegenwoordiger. Sesamstraat presenteert De Wolf en de 2 geitjes. Er was eens een grote boze wolf. Zo groot ben ik anders niet. En boosaardig ben ik ook niet. Iedereen was bang voor hem, omdat hij wilde haren had en grote tanden. En ook nog eens een vreselijk stemgeluid. Dat van die stem komt door het hoesten, omdat ik zo verkouden ben. Ik loop hier wel aan en vraag om een beetje hoestsiroop. Hallo, lieve geitjes. De grote boze wolf. Kijk, zeg, wat doet het daar zo
niet voor jou open. Mm. Ja, maar ik ben toch eigenlijk best aardig. Maar jouw stem klinkt anders helemaal niet aardig. Mm, klinkt als een roestige kachelpijp. Ja, maar daar kan ik helemaal niks aan doen. Ik ben verkouden en ik heb een hele erge hoest. De arme wolf had inderdaad een lelijke hoest. En hij was ontzettend hees. Maar niemand geloofde hem. We geloven er niks van. Je wil ons alleen maar opeten. Mm-hmm. Helemaal niet. Echt niet. Ik heb helemaal geen trek. Daarvoor ben ik veel te verkouden. maar kan ik niet een beetje hoestsiroop van jullie krijgen? Ik weet niet. Wat denk jij, Bert? Nee, we doen niet voor jou open. We zijn echt veel te bang voor jou. Klopt toch? Is de deur wel op slot? Ja, twee keer. Zo gaat het altijd. Iedereen is altijd bang voor me. Huh? Dat maakt me heel, heel verdrietig. Oh. Ik ben een wolf en als wolf ben ik altijd alleen. Ik ben heel sterk en gevaarlijk, toch kan ik nergens heen. Vroeger was het beter, deed me niet zo gemeen. Toen was ik schattig en lief. Was hij ooit lief? Maar dat geloof je toch niet? Speelde vroeger als puppy er lustig op los. En ik had heel veel vrienden door het hele bos. Maar toen werd ik steeds hezer en dat ging maar niet voorbij. En sindsdien is iedereen dus bang voor mij. Ik ben hees en dat is iets waar ik maar slecht bij gedij. Ik wil er graag vanaf, ik ben de wanhoop nabij. Hebben jullie hoestsiroop voor mij? Och, arm schep. Maar misschien is hij nog veel meer van plan. Iedereen loopt bij me weg, omdat mijn stem zo hees is. Ik ben zo bang dat dit een gelopen race is. Ik blijf voor altijd alleen, als ik zo rond blijf lopen. Misschien moeten we hem helpen. En we doen de deur niet open. Ik kan niet zingen als een vogel. En ik ben ook niet sierlijk als een ree. Niet zo schattig als een eekhoorn. Dit heeft geen zin, ik ga erbij. Niemand die met mij wil spelen of me überhaupt wil zien. Zijn ze bang dat ik ze opeet? Nooit. Nou, als ik trek heb misschien. Ik heb even goed gekeken, maar hij heeft best enge tanden. En ook een hele boze snuit. En kijk, twee hebberige handen. Hij ziet er gevaarlijk uit. Ja, het is toch een wolf? Maar als hij nou echt hulp nodig heeft, dan moeten we toch helpen? Ik ben zo bang. Ja, dat ben ik ook. Ik heb kilo's erop gegeten. Mijn keel goed gesmeerd. Stoombaden. Ik heb alles geprobeerd. Niets heeft geholpen. Jullie zijn mijn laatste hoop. Dus alsjeblieft, geef me wat hoestsiroop. Als jullie me niet willen helpen, dan zijn we uitgekletst. Ik voel me verdrietig. En eerlijk gezegd ook een beetje gekwetst. En toen hij met zijn droevige lied klaar was, hadden de twee geitjes veel medelijden met de grote boze wolf. Oh, die arme wolf. Ik heb echt heel veel medelijden, Bert. Jij ook? Ja, Ernie, ik heb ook heel veel medelijden. Mm-hmm. Dan maak ik meteen de deur open. Alsjeblieft, hier is wat hoestsiroop. Oh, dank je wel. Veel beter. Ja, en je klinkt ook al een stuk beter dan daarnet. Ja, en ik ben ook helemaal niet meer bang voor je. Ja, heerlijk. En volgens mij krijg ik ook langzaam weer een beetje trek. Wat ruikt hier eigenlijk zo lekker? Ernie. Bert. Help ons. Hij wil ons opeten. Hey, jongens, wat is er nou? Ik ben toch vegetariër? Dat is het wat hier zo lekker ruikt. Broccoli. Niet te zacht. Beetje erbij. Sesamstraat presenteert De prinses op de eend.
Er was eens, heel erg lang geleden, een prins. Hij was al jarenlang op zoek naar zijn prinses. Mijn grote, ware liefde. Maar ja, dat was heel erg moeilijk. Omdat... Nou, ze moet heel erg gevoelig zijn. Zo gevoelig, dat wanneer ze op een stapel zachte matrassen ligt... ze merkt dat er helemaal onderin een klein rubber eendje verstopt zit. Zo zal ik de ware liefde vinden. Oh, pst, daar komt ze al. Mijn prinses. En toen kwamen de prinsessen. Oh, prins. Ga eerst maar even op het matras liggen. Oh. En, wat voel je? Oh, wat een geriefelijke matrassen zijn dit. Anders niks. Huh? Nou, nee. Maar ja, de eerste was nog lang niet fijngevoelig genoeg. Ze merkte niet eens dat er onder de matrassen een klein eendje lag. En er kwamen nog een heleboel anderen die het ook niet merkten. En, wat voel jij? Nu was de prins de wanhoop nabij. Oh, hoe vind ik nou toch mijn ware liefde? Tot er op een dag een heel bijzondere prinses binnenkwam. Oh, hallo prinses. Zou je er even bovenop willen liggen? Daar bovenop? Goed hoor, wat je wil. Maar wel heel even. Want ik heb niet veel tijd. Ja, ik ben namelijk op zoek naar iets heel belangrijks. Ja, ja. Zo ja. Oh. Hè? Wat? Wat is dat? Wat? Er drukt mij iets in mijn rug en het steekt. Echt waar? Voel je wat? Ja, natuurlijk. Het steekt. Daar? Oh, hier kan iemand toch niet op slapen. Er moet wat onder de matrassen liggen. Een steen of misschien een rubberen eentje. Oh, jij hebt het gemerkt. Eindelijk. Oh. Ik moest lang wachten vele jaren tot mijn hartje werd getemd. Ben jij werkelijk waar de ware die voor mij is voorbestemd? Kijk je ogen, kijk je haren, hoe je straalt en lacht. Kan uren naar je staren, je bent zo lief en zacht. Oh, Mijn zoektocht is voorbij. Oh jee. Oh jee. Ja, jij hoort. Ja, jij hoort bij mij. Jouw lieve kleine voetjes, die gaan van spet gespat. We spelen in de modder en gaan daar naar veen in pad. Kijk jouw ogen en jouw snavel, jouw mooie gele kleur. Je zal er altijd voor me zijn, je stelt me nooit teleur. Ja, dat klopt. Mijn zoektocht is voorbij. Oh jij. Ja, jij hoort. Ja, jij hoort bij mij. Ach, mijn kleine lieve troeteleentje. Eindelijk heb ik je gevonden. Ik heb zo lang gezocht. Eindelijk heb ik je gevonden. Ik ben aan jou verknocht. Ah. Oh yeah. Hey. Mijn zoektocht is voorbij. Oh yeah. Hey. Ja, jij hoort. Ja, jij behoort bij mij. En de prins straalde van geluk. Eindelijk had hij zijn ware liefde gevonden. Ja, mijn ware liefde. En de prinses straalde ook. Want ook zij had de juiste gevonden. Laat ons kussen. Ach, troetelientje. Ik ben zo blij dat ik jou gevonden heb. Hè? Zo. Kom, troetelientje, we gaan een lekker warm bad voor ons laten vollopen. Dag, prins. Hè? Oh.
Die matrassen zijn inderdaad erg zacht. Oh, wat heerlijk. Die prinsessen hadden gelijk. Ik ga er zo nog even lekker op liggen. Oh. Sesamstraat presenteert Assepoester. Er was eens een betoverend meisje. En haar naam was Assepoester. Assepoester droomde ervan om naar het bal van de koning te gaan. Want ze was dol op muziek en dansen. Maar haar boze stiefmoeder wou niet dat Assepoester naar het bal ging. En daarom had ze voor Assepoester heel moeilijke klusjes verzonnen. Oh ja, heel moeilijk. Het bal kan ik wel vergeten. Assepoester moest de goede linzen in het kommetje doen. En de slechte weggooien. Deze opdracht is gewoon veel te moeilijk. Dat lukt me echt nooit. Maar toen vloog er een kleine duif voorbij. Roe, koe, roe, koe. Als dat geen duif is. Roe, koe, roe, koe. Ik heet Bernice. Bernice? Ik ben gekomen om jou te helpen. Oeh, dat is heel erg lief. Kijk eens aan, hier de linzen. Oh ja, dat ken ik wel. De goede moet in het kommetje en de slechte moeten worden weggegooid. Roekoe! Hè? Hè? Dat gaat je goed af. Ja. En zo snel? Ja. Hey. Oh, misschien dat ik straks toch nog op tijd ben voor het bal. Oh. Wat zal ik eens gaan aantrekken? Oh. Kijk, ik heb alle linzen uit de as gehaald, zoals gezegd. En ze toen van groot naar klein heel netjes op een rij gelegd. Want als je zorgvuldig bent, dan zal het duidelijk zijn hoe mooi en prachtig orde is. Ja, opgeruimd is. Fijn. Voor het bal zoek ik een jurk. Heet dit misschien? Ach nee, een stola met een diadeem? Daar kan ik ook niks mee. Wat heb ik hier? Een zedendoek? Een stippeltjesgebed? Weg, ik heb iets mooiers nodig. Iets wat mij enig staat. Jurken zijn fijn. Maar orde is ook fijn. Je kan het zien. Orde kun je ook zien. Als je alles goed sorteert, dan is dat erg fijn. Nee, nee. Ordelijker nog dan dit, kan ordelijk haast niet zijn. Opgeruimd en netjes, alles volgens een systeem. De kleine links, de grote rechts en weg is het probleem. Is het een koningsmantel? Is dat iets? Ach nee, dat staat mij raar. Een zomerjurk is chic, maar toch ligt die beter daar. Die kroon is veel te groot en niet te klein. En dit collier? Nou ja. Deze jurk dan maar met juwelen. Ach, nu heb ik een idee. Orde is fijn. Mijn jurk zit fijn. Je kunt het zien. Volgens mij staat deze jurk mij echt heel goed. Als een poester, kijk eens. Alles is netjes geordend. Oh, wat een jurk. Oh, wat is het netjes. Deze jurk, wat is het mooi. Alles heeft zijn eigen plek. Het ligt zoals het moet. Keurig netjes opgeruimd, want rommel is niet goed. Assepoester, wat is er hier gebeurd? Hoezo? Vind je mijn baljurk dan soms niet gewoon schitterend? Ja, zeker. Ja. Maar wat is het hier een rommel? Je hebt alles door elkaar gegooid. Oh, ja? Hoe is dat nou toch gebeurd? Iemand moet het opruimen, nu meteen. Och, lieve duif Bernice, dat is volgens mij een perfect klusje voor jou. Omdat je zo van ordenen en sorteren houdt. Maar... Oh, dank je, Bernice. Dat is aardig van je. Maar ik moet er nu vandoor naar het bal. Maar... Oh, dat moet mij weer gebeuren. Oh, als je dan toch bezig bent, Bernice, doe dan meteen ook even de voorraadkast. Daar is het me toch een zootje. Oh. Waarom trap ik er toch altijd weer in? Waar is de voorraadkast? Links. Oh, ja.